Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Upside Down. Ik ben Jordi nu heel even fruitje aan het geven. En daar ga ik nu even mee verder. Jordi's fruithapje zit erop. Ik heb straks ook nog eventjes een vriendin van mij gebeld. Die is vandaag jarig. Gefeliciteerd, Fanny. Ja, ik heb Liam vandaag al 3 of 4 keer kunnen omkleden. Hij heeft zijn zitzak al ondergespuugd. Hij heeft zichzelf al een paar keer ondergespuugd. Ik heb gewoon een limited edition Power Ranger. Ja! Yeah. Het is gewoon limited edition. Ja! Yeah. One of a kind. Jazeker. Nou heeft hij dik. Lekker hè? Lekker hè? Ja, Jordi zit hier met zijn voeten. Daar zit hij ook naar te kijken. Vindt hij grappig. Ja! Yeah. Mijn eigen limited edition Power Ranger, hè jongen? Ja! Yeah. One of a kind. Ja, lekker stukje. Ja. Yeah. Ga je nou je handjes weer opeten? Dus ja, hè. Ik ben zelf ook al een keer onderge... Maar goed. Dat is allemaal gewoon zoals het is. Daar kunnen we niks aan veranderen. Ik was een broodje aan het eten. Ik denk, nou, hè, lekker, kip curry. Maar ik ben een paar dagen geleden... heeft Liam met helpen poep... heeft hij hem helemaal hand onder gescheten. En ik zat zo naar dat broodje te kijken. En ik vind kip curry echt oprecht heel lekker. Maar de kleur die kip curry nu heeft... dat is dezelfde kleur als wat Liam op dit moment produceert. Dus toen keek Jordi aan en toen keek Jordi mij aan. Zo van, hallo, dat broodje, mijn. Ik denk, nou, dat broodje is voor Jordi. Dan gaat mama niet meer opeten. Godsam zeg. Ik heb een beetje, ik weet niet. Op dit moment heb ik iets tegen geel. Ja. Yeah. Ja, dat zijn jouw mosterdgassen die je eruit gooit. Dat lijkt hierop. Ruikt niet zo, maar het lijkt erop. Ja. Ja, het lijkt erop. Ja. Ja, het lijkt erop. Heeft hij je speeltje liggen? Wat doet hij dan zo tegenaan pippen? Ja. Lijkt erop. Heb jij je mond alweer leeg? Happen? Aap. Bijten. Goed. Oh, ben je een beetje boos aan het worden? Oh. Ben je tutteren? Wil jij tutteren? Wil jij tutteren? Tutter dan. Niet eruit gooien dan. Oh, je wil niet tutteren? Je wil niet tutteren? Zeg maar nee, ik wil aandacht. Ik ben verslaafd aan aandacht. Ja, ik ben verslaafd aan aandacht. Hè? Ja, daarom ben je ook een limited edition. Ja, jij bent verslaafd aan aandacht. Ja! Verslaafd aan aandacht. Ja. Dus, ik ga eventjes het broodje mosterdgas aan Jordi verder geven. En ik hoef voorlopig geen kipkerrie meer. Nee. Ik heb lekker met... Niet met hem, maar met... Hem gedoucht. Ja, ook niet met hem, maar met hem. Jordi krijgt nu lekker zijn fles.
En dan gaat hij lekker naar bed. En jullie kleine Liam. Jullie kleine Liam. Die ook de hele tijd aan het zeuren is. Hij wil aandacht. Die ga ik hem maar even geven. Een hele goede morgen. Niels die is vandaag thuis, want Jordi wordt vandaag opgenomen voor de botoxbehandeling. Maar Jordi heeft ook altijd op dinsdag fysiotherapie en daar is Niels hem nu heen brengen. En ik heb hem net verder de fles gegeven. Niels was al begonnen, maar hij moest een boertje laten, dus dan heb ik het overgenomen. En ja, dadelijk gaan Niels en ik en Liam, zijn grote broer, weer ophalen. En dan gaan we even naar de winkel toe. Want Jordi mocht voor 8 uur nog een papfles hebben. En die heeft hij ook gehad. En vanaf dan mag je alleen nog maar wat ranja of water. Of... Dus ja, we moeten hem een beetje bezighouden. Want hij is gewend dat hij natuurlijk lekker kan smullen 's morgens. En dat is nu dus niet. Dus ja. Nou, ik ga nog heel even met Liam zitten. En dan ga ik... mezelf aankleden en dan Liam eventjes omkleden. En dan gaan we zijn grote broer alweer ophalen. Ja, yeah. Dan gaan we even naar de winkel. Een paar boodschapjes halen. En een stukje wandelen. En ja, we moeten hem toch bezig zien te houden. En dan moet ik straks even nog zijn tas inpakken. En wat speelgoed en zo meenemen. En ja, het is waar. Ik ben toch wel zenuwachtig. Er is nu één ouderbeleid. Ik vind er maar niks. Maar goed. Het is zoals het is. We hebben er geen invloed op. Dus we moeten dit ondergaan. Dus gaan we dat doen. Gaan we op reis. Met papa. Ja, we mag niks eten. Oh ja, maar we houden hem gewoon lekker bezig. Ik denk dat er iemand zijn tut loopt, papa. Ja? Ja. Pas op struikjes. Niels, doe normaal. Jordi had het supergoed gedaan, hè, papa? Ja. Fysiotherapeuten blij dat Jordi mag doen. Ja. Ze vindt Jordi altijd wel heel leuk, hè? Mm-hmm. En nou gaan we naar de winkel. En een paar boodschapjes halen. Want papa moet straks naar het ziekenhuis, zoals ik al eerder vertelde. En die moet ook wat te snoepen hebben en te eten hebben. Inmiddels zijn we weer thuis. En Jordi is de hort op aan het gaan. Waar ga je heen? Het is nog geen tijd om weg te gaan. Je moet straks met papa weg. Laat je kont zien. Kleine baviaan. Ja, je bent een kleine baviaantje, hè? Hij heeft namelijk een beetje uitslag op zijn kont zitten. Vandaar dat het baviaantje is. Ja. Niels en Jordi zitten in het ziekenhuis nu. Als het goed is, wordt hij zo geopereerd. En ja, je ziet hier nu een paar video's die in het ziekenhuis gemaakt zijn, die Niels gemaakt heeft. En ja... Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ik vind het wel heel lastig. Echt lastig. Maar goed, jullie gaan nu naar die video's kijken. Wij gaan nu naar het ziekenhuis. Ik doe even filmen voor het rijden. Dat is veiliger. Mama is zenuwachtiger als ons. Maar we gaan zorgen dat mama op de hoogte blijft. Nou, ik ga nu aanrijden en dan kijken hoe het allemaal met de coronamaatregelen bij het ziekenhuis gaat. Dus, tot zo.
We zijn bij het Radboud. We gaan onderweg naar de ingang. Hallo. Ben je mopperen? Hij was net... Hij lag zo lekker te slapen in de auto. Nou is een beetje aan mopperen dat hij wakker moest worden. We gaan nu naar de ingang. Als het goed staat daar coronacontrole. Dus kijken of we erheen mogen. Ja. Wij zijn op de kamer en dan wachten we op tot we opgehaald worden voor de operatie. Jullie is lekker een filmpje aan het kijken. Ja, wil je nog iets vertellen? Wil je nog iets vertellen? Ben je lekker aan het klimmen? Nou, hij vermaakt zich wel. Ja, dan hopen we dat het allemaal snel voorbij is weer. Als het goed is, mag Jordi zo lekker naar huis. Liam die slaapt gelukkig eventjes. En ik ben eventjes maatje 62, 68 aan het uitzoeken. Ik heb veel kleding. Ja. Dit moet ik nog uitzoeken. Dus dit is wat ik nog... Hè? Dit is wat ik bewaar. En dit is wat Liam nooit aan gaat krijgen en dat ik weggeef. Dus. Ik heb veel wasjes weer te doen. Kijk, hier staat onze stoere Bink. Hallo. Jordi. Hi. Hallo. Ja, je hebt het super goed gedaan, hè? Je hebt niet eens gehuild. En hij heeft gepoept en geplast. En hij had het gelijk allemaal goed gedaan. Dus wij zijn super trots op hem. En nu zijn we lekker thuis. Ze hebben 3 of 4 keer zijn infuusje aangeprikt. Dan krijg je blauwe plekken. Je kan het niet goed zien, maar is ook niet zo belangrijk. Maar ze hebben, Jordi heeft zijn aderen wat lager liggen als een ander. Dus hij is heel lastig te prikken. Maar hij doet het hartstikke goed. Dus hij gaat nou nog eventjes spelen. En dan is hij denk ik moe genoeg om naar bed te gaan. Papa gaat zo even eten. En dan krijgt Jordi daar de fles, hè. Dus. Echt trots op onze kanje. Hè, mama? Ja, zeker. En mama is ook weer blij dat Jordi thuis is. Papa, dat maakt ze niet veel uit, maar... Nee, het gaat ook om mijn kind, hè. En jij bent de stoerste bing van de hele wereld. Mwah.